Suriname staat open voor Amerikaanse investeerders. Dat kwam gisteren naar voren tijdens een webinar gehouden op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Het thema was Suriname is open for US businesses and doing business in Suriname, an overview of opportunities. Dit meldt het ministerie in een persbericht. De webinar is in samenwerking met de Amerikaanse ambassade en had als doel Amerikaanse investeerders aan te trekken voor Suriname en hen kennis te laten maken met de cultuur, leefgemeenschap en investeringsklimaat. Volgens minister Albert Ramdien wil de regering een goede investeringsklimaat creëren voor alle investeerders, of dat nu nationaal, regionaal of mondiaal is. De bewindsman is ervan overtuigd dat Suriname zal gaan van een crisissituatie naar een veerkrachtige en stabiele investeringsklimaat.